Hallo, ik ben Laura en mijn Dyson steelstofzuiger werkt niet meer. De batterij laat niet meer op. In plaats van dan gewoon een nieuwe te kopen, ga ik deze zelf herstellen en ik zal jullie laten zien hoe je dat doet. Schovendraaiers, een nieuwe batterij. Ook heel belangrijk, vooraleer je begint, moet je erop letten dat de steelstofzuiger niet meer in het stopcontact zit. Om te beginnen halen we dit achterste stuk ervan af. Zo. We kijken waar er allemaal schroefjes zitten die we open moeten draaien. Er zit eentje hier vanachter. En even onder de filter kijken. Hier zit nog eentje. Deze twee gaan we openvijzen. Nu die los zijn, kan de batterij los. En kan de nieuwe batterij erop. Belangrijk is om na te gaan dat de batterijen altijd dezelfde volt hebben. Deze oude had 22,2 volt. De nieuwe moet hetzelfde hebben. Ook 22,2. Het aantal milliampère uur dat mag veranderen. De oude bijvoorbeeld had 2000. De nieuwe heeft 3000. Dat betekent gewoon dat de nieuwe langer zal kunnen meegaan. En nu kan de nieuwe erin. En dan schroef hem gewoon terug vast. Deze lange moest van achter. En het kleintje onder de filter. De filter er terug op. En die er terug in. Om de nieuwe batterij wat meer te sparen, kan je ervoor zorgen dat die altijd ongeveer opgeladen is tot 60-80%. Niet volledig, want dan verslijt de batterij sneller. Ook niet volledig aflaten, want ook dat is niet goed voor de batterij. Zo kan de nieuwe weer wat langer mee. Ziezo, deze werkt terug.